Goedemorgen, het is maandagochtend. Het is weer tijd voor school. Sarah is klaar. Ik ben klaar. Ik heb me aangekleed. We gaan naar school. Ja, vanavond gaan we de avondvierdaagse lopen. Ik heb vandaag deze trui van Wisseless aan. Broek van Rosner en mijn nieuwe Geox sneakers. Sarah is een Zara H&M Zara meisje. Ja, die heb je gekregen van het vrijgezellenfeest. Nu breng ik Sarah naar school en daarna mijn vriendinnetje trouwt over 3 weken. En ik ben daar half ceremoniemeester. Ik ga over dresscode, aankleding en dat soort dingen. En we gaan daar de locatie bekijken. Dus ik ga voor het eerst in mijn leven naar een plek. Daar ben ik echt nog nooit geweest, ja, in de buurt. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Dus ik ga deze kleine dame heel snel naar school brengen. Je mag het zien als ze daar gaan trouwen. Maar ik moet weten wat ik die dag moet doen. Dus daarom ga ik er vast kijken. Dus jij bent er over 3 weken ook. Dus nu snel naar school. En dan word ik zo opgehaald. Ik ben weer thuis. Ik heb daar niet gefilmd. Want ik mag niet heel veel verklappen nog over de locatie. En over de dingen. Dus ik heb net ook vanochtend dingen verteld. En misschien is dat raar geëdit. Dat weet ik nog niet. Want daarin vertelde ik wel dingen en daarna kreeg ik te horen dat dat niet mag. Dus als het raar is geworden, weet je waarom. Ik ga nu snel boodschappen doen en even snel dingetjes. Vanavond de avondvierdaagse, dus ik heb echt heel weinig tijd voor alles. Het is echt rennen en vliegen even deze dagen, maar ik vind het zo leuk die avondvierdaagse weer. Ik heb Sarah ondertussen opgehaald uit school en we gaan even snel wat eten. Ik ga even wat fruit voor ons klaarmaken. En dan gaan we zo gelijk eigenlijk alweer de deur uit voor de avondvierdaagse. En dat vind ik echt heel leuk. En van jij en Zoe lopen we met mij mee. Nou, nee, ze lopen niet met jou mee de avondvierdaagse. Ze lopen wel mee naar het punt waar de avondvierdaagse begint. Kijk. Wauw, heb je er een hoepel van gemaakt. Kijk maar. Dat is wel heel slim. Kijk wel, hoor. Mijn buik is groter dan mezelf, hè? Die staat er wel. Deze dame heeft hem heel goed gelopen, maar die is een beetje boos dat we nu naar huis moeten lopen. Maar het startpunt is 3 minuten van ons huis. En dan lekker eten. Marco kookt, dus dat scheelt. En dan kan deze kleine meid naar bed. Ik was net in slaap gevallen op de bank en ik ben echt heel moe. Ik heb nog een video geëdit en ik ga nu lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken. Tot morgen. Vergeet je niet te abonneren. Doei!